Het is tijd voor een quizje. Het is tijd weer voor een quizje, inderdaad. Dat is hartstikke leuk altijd een Him for the Weekend. Even het geheugen opfrissen met een aantal goede zaken. Deze keer gaan we een soort van truth or dare doen, maar dan zonder dare. Dat is gewoon alleen maar de waarheid. Ja. We moeten gewoon eerlijk weten, joh. Oké. Maar het zijn ook echt vragen dat je denkt van, ja, Miguel, had je niks beters kunnen bedenken? Het is helemaal niet spannend, echt niet. Ik vind het al helemaal dat je wat hebt bedacht. Trouwens, hebben we trouwens een dobbelsteen? Hebben die nog, ja, die heb je nog op de keukentafel liggen, jongen. Die even pakken. Ja, pak maar even. Kan er iemand komen om het muziekje steeds opnieuw? Nee, pak maar heel snel. Imke, die kon dat goed. Ik ga het afpakken dan. Ja. Gaan jullie praten? La la la. Imke, wat vond jij nou het hoogtepunt van de afgelopen week? Hoogtepunt van de afgelopen week? Je vind ik een lastige vraag. Ja, daarom stel ik hem ook. Ja, precies. Ja, toch wel gewoon iedere ochtend, denk ik. Iedere ochtend vond ik iedere ochtend had jij een hoogtepunt. Iedere ochtend had ik weer een hoogtepunt. Miguel, je bent echt 30 seconden weg en het gaat nou de verkeerde kant op. Waarom? Ja, omdat het over Imke's hoogtepunten gaat. Om Imke's hoogtepunten. En hoe hoog? Nou, puntig vooral. Ben er weer. Goed, we gaan verder. Ja, even quizje. Met dobbelsteen. Jullie gaan dobbelen en dan komt daar een vraag uit. En dan gaan jullie die beantwoorden. Oh. Oké, top. Wie mag beginnen? Gewoon spannend. Rick, begin maar. Nee, de gast moet beginnen. Nee, ja, klopt. Maar jij bent hier, nog niet geweest op de radio. Nee, ik zit op de plek van de gast. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Komt-ie. 7. 7. Nee. Welk liedje grapje. Vind je stiekem leuk? Gast, ik heb 1 dobbelsteen. Oh ja. Ik ga eens even gooien. Ik dacht ook echt. Wacht trouwens. Doe maar even met 2 dobbelstenen. Want ik heb er ook 10. Ik heb helemaal niet over nagedacht. Nee, dat blijkt. Nee, doe maar gewoon met 2 dobbelstenen. Ah, dat is er wat matig dit. Ah, hier baal ik van. Ja, snap ik. Ja. Beter voorbereiden volgende keer. Nee. Weet je wat? Kom jij maar gewoon 3 weken niet. Oké, ja. Mag ik? Ja, jij mag. Ja, 7. Nee, dat meen je niet. Nou, daar komt-ie. Welk liedje vind je stiekem leuk, maar zal je nooit luisteren als anderen bij zijn? Oh, die liedjes heb ik wel, maar kom er maar eens op, jeetje. Ja. Oh. Ja. Dan... Met een Temptation. Nee, dat luister ik zeker wel waar anderen bij zijn. Dan wordt het toch iets in de hoek van Britney Spears of zo. Of, oh, echt? Dat is toch hartstikke leuk? Misschien... Oh, ik heb wel een goeie. Oeh, dat is een band waarvan ik soms ook een fragmentje heb in een andere quiz. Tokyo Hotel. Oh, Tokyo Hotel. Ah, dat, okay. Dat zou ik nooit draaien waar anderen bij zijn. Maar waarom niet? Dat je daarvoor schaamt dan? Of, In zekere zin misschien wel. Ja. Maar soms zijn ze best wel lekker om er even naar te luisteren. Ja, zeker. Maar dan heb ik het over de oude nummers, want ik tegenwoordig volg ze niet meer. Okay. Ik ben dobbelsteen kwijt trouwens inmiddels. Oké, doe even met eentje dan. Die ligt bij Imke. Oh, ligt die daar op de grond? Oh, maar is Imke niet aan de beurt ook? Of ja, niet? Ja, Imke is aan de beurt. Ik pak hem. Hier de andere. Het is gelukkig niet zoveel auto's er vandaag. Nee joh. Dat scheelt alweer. Nou, nee, top. Oké, dan mag ik meteen dobbelen. Ja, je mag dobbelen. 7. Wow, heb je zo... Huh? 11. Nee, die heb ik niet. Ik heb er maar 10. Nou, doe ik het nog een keer. Ja. Even kijken. 9. 9? Ik dacht wel dat het ging gebeuren. Op welk Disney-personage lijk je en waarom? Ariel, ik hou ook heel erg van de zee. Van zeep? Ariel? Ariel, ja, van de kleine zeemermin. Ja. En waarom? Omdat je van de zee houdt. Ja, dat denk ik. Dat was gewoon het eerste dat in me opkwam. Oké. Ja. Dus jij gaat voor Ariel? Ik hoop dat Ariel lijkt. Oh, je hoopt, maar je hebt geen rood haar. Nee, niet eigenlijk op Pocahontas. Ik vind Pocahontas altijd zo mooi. Maar alles wat ik heb lijkt niet op Pocahontas. Nee, je lijkt er niet zo op. Nee, nee. Alleen een stukje hond. Wat? Hele goede grap. Goed zo, Rick. Maar goede vragen, hé. Ja, fantastisch. Echt. Wow. Dankjewel. Heb je je best op gedaan. Ja, echt. Heel erg. Wat was nou de beste vraag van dat rijtje van 10? Nou, dat moet nog komen, hè. We gaan nog even door. Jazeker. We doen allebei nog 1 keer dobbelen. Ja, allebei nog 1 keer, inderdaad. Even goed husselen. Dat helpt. Ja, dat helpt, hè. Komt-ie, hè? Ja. 8. 8. Wanneer ben jij het gelukkigst? Op zaterdag tussen 6 en 8. Ah. Oh, cute, Rick. Wat lief. Echt heel lief. Alleen de komende 3 weken niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Imke, ga jij voor de laatste? Ja, 8. Nee. Even een nieuwe. Oh ja, sorry. Dat is je best. 8. Ja. Nee. Echt? Oké. Okay. Moet die vraag? 7. Ja, nee, ook niet 7. Nee.
De dobbelsteen met een afwijking. Oh, nee, die heb je ook al gehad. Ja, potverdorie. Nou, dan zeg ik gewoon... Gooi anders met één dobbelsteen. 9. Had ik ook al gehad. Heb je al gehad? Jeetje, ik heb 2. 2. Om welke film heb je het laatst gehuild? Ik huil eigenlijk bijna bij alle films. Welke films heb ik als laatst gekeken? Het zal wel een romantische liefdesfilm zijn. Alles is familie. Bijvoorbeeld. Ja, mannenharten. Ja, dat zijn inderdaad best wel emotionele beladen films. Ja. Rick, vind ik ook wel leuk bij jou. Huil jij wel eens om films? Huil je überhaupt wel eens? Nee, Rick ja. Natuurlijk huilt natuurlijk wel eens. Ik heb... Ja, is dat zo natuurlijk? Ik heb bij redelijk recent bij een film gejankt. Of ik gejankt. Gewoon een traantje gelaten. Maar dat was meer een beetje de bedoeling. Dus ik heb het een beetje opgewekt. Hoezo was het dan de bedoeling? Dat was... Dat moest. Nee. Nou, weet je waar, bij welke film ik wel een keer heb gehuild? Maar dat is echt een hele onbekende film. Echt zo'n arthouse film. Ja? Wel Nederland. Die heet Wilde Paarden. Hij is ook gewoon echt gelijk gestopt, hè? Die muziek. Ja, snap ik. Wilde paarden.